Ik was er vanuit het project Noodmaatregelen. Ik stond donderdagavond te bellen met André, wiens telefoonnummer ik had gekregen van Ludolf, die op vakantie was in Frankrijk, maar daar toch alles aan het coördineren was. De STOA die staat hier ook niet voor niks in het midden. En ik vroeg aan André, maak alsjeblieft foto's, want die hebben we nodig voor ons project. Toen zei hij van, weet je wat jij doet, je komt het zelf maar doen, want daar hebben wij absoluut geen tijd voor. Daarom doen wij deze presentatie samen. André die doet het vanuit huis en hij voert de regie en ik kom er af en toe bij. Dus André, aan jou het woord. Goedemorgen allemaal. Ik was vooral ook heel erg nuttig om jou hier in huis te hebben, want je bent van STOA aan de Rijkswaterstaat en met samenwerking kom je verder. Dus dat was ook mijn gedachte om je uit te nodigen in Limburg. Overigens, ik ben André Smeets. Ik ben inspecteur en adviseur waterkeringen. Ik heb me vooral bezig gehouden met specifieke locaties tijdens het hoogwater die we al nog niet voorzien hadden. En heb daar een oordeel over geveld, beoordeeld en geadviseerd. Normaal gesproken in het reguliere werk houd ik me vooral bezig met advies voor onderhoud en beheer van onze groene waterkeringen. Met specialiteit op plekken van biodiversiteit en problemen met vegetatie. Dus nou, zo ben ik betrokken. U ziet hier een eerste plaatje van onze provincie. Om een beetje te duiden, en misschien moet Wout wel even helpen, of misschien ook niet, want het plaatje is niet heel duidelijk, maar toch duidelijk genoeg. Je ziet de contouren van onze provincie. Met in het zuiden Maastricht en daar rechts naast in het oostelijke Mijnstreek zie je Heerlen, daar weer boven zie je Sittard. En daar net boven zie je het gebied wat een klein beetje blauwer is. Daar ligt Nederlands grondgebied op de westelijke Maasoever, waar beneden dat België is en daarboven is dat Nederland. Links storm van de Maas, rechts is dat Maasbracht. En dan schuif je een beetje boven, daar ligt Roermond voor het beeld. En daar weer boven zie je dat roze vlekje, dat is Venlo. En dan zie je dat grote grijze gebied daar aan het noorden van grenst Brabant. Dus daar is de westelijke Maasoever weer Brabant. En aan het noordelijkste stukje daarvan ligt het Maaspark Ooyebansum, waar Bert ook al aan refereerde. En dat komen we straks allemaal tegen in de presentatie. Dus daarom leid ik jullie een beetje rond waar iedereen nu staat, dat is in dat gebiedje Maaspark Ooyebansum. Nog een beetje naar boven Gennep en aan de kop heb je mogen. Dus om een beetje een beeld te hebben in hoge vlucht onze provincie. Je mag verder, Wout. Nou, we waren bezig, dames en heren, en al heel snel kwam er hulp uit alle windstreken. Ook dat is al genoemd. Maar je ziet, ik heb de voorbeelden een beetje aangepast van dat lijstje. Want Bert had dit lijstje en ik heb het ook onze directeur horen noemen. Maar wat heel erg mooi was, en wat we ook kunnen concluderen aan het hoogwater, er is een enorm potentieel aan krachten, zeg maar, waar wij uit kunnen putten, wij waterschappen. Want zo'n hoogwater verbindt mensen in een samenleving waar ieder voor zich is, of waarvan we denken dat mensen niet voor elkaar willen staan, of elkaar willen helpen, hebben wij gezien dat dat wel zo is. Duizenden Limburgers, en heel spontaan uit Duitsland, kwamen mensen helpen hier zandzakken leggen. Seizoensarbeiders, God weet waar ze vandaan kwamen, die stonden allemaal man aan man zandzak leggen. Dat is eigenlijk mijn enige conclusie van het hoogwater, dat is gewoon heel erg mooi om te zien dat er dat is. En daar mogen wij gebruik van maken. Maar het CPD was er, collega waterschap, het militaire, politie, Rijkswaterstaat. Nou, het hele lijstje. Als laatste heb ik eigenlijk weer diezelfde mensen. Dat zijn ook die vrijwilligers. Maar deze mensen die zijn getraind. Maar die doen het ook vrijwillig. Die 800 vrijwillige lijkwachten, die hebben allemaal klaargestaan voor ons. En dat is een groot goed waar we heel zuinig op moeten zijn, maar wat we ook vooral niet moeten vergeten om dat te gebruiken en aan te spreken. En toen, dames en heren, de voorjaarsinspectie was uitgevoerd, het was eigenlijk nog niet zo heel slecht weer, het regende wel wat, maar het was ook een mooi voorjaar. We hadden alles goed in beeld en de reparaties die eruit kwamen, die waren uitgevoerd of werden uitgevoerd. We hadden alles goed gezien, dus nou, we dachten, het kan vakantie worden. Het werd vakantie, maar op een andere manier, want er kwam een hoog water aan. En u ziet het hier, woensdag 14-7 kwam er 850 piek door de Maas. Maar donderdag, 24 uur later, was het 27,50 piek.
En dat was wat Bert ook al zei, hè, die enorme golf, die enorme bultwerk die er toen aankwam, ja, dat leverde zeker wel even hectiek op. En ook beslissingen die anders waren dan anders. Hier stond ik in Rooster, dat is het stukje noordwaarts, hè, waar ver van Sint-Pieter, van Maastricht af, net een beetje onder de helft van de provincie. Maar hier was nog niet heel veel aan de hand. Hier stond alles klaar. Dus nou, Bert had zijn werk al gedaan. Hè? Alles uitgereden. Dat hadden we allemaal klaar staan. Al die complicaties waren ingericht. Maar hier was nog niet heel veel aan de hand. Alleen goed te weten dat het klaar staat. Ik reed verder. Een beetje noordwaarts. Ik kwam bij de Geleedbeek. En toen zag ik in ieder geval, want de Geleedbeek staat rechtstreeks in verbinding met de Oostelijke Mijnstreek, dus dat water komt rechtstreeks uit het gebied waar het heel veel water was gevallen. Dus hier zag je net wat sneller dan in de Maas. Het resultaat van deze Geleedbeek had ik nog nooit zo hoog gezien en die zou nog verder stijgen. Hier ligt het overige waterkeringland, dus nou, je ziet ook wel, er zit een loodspoortje bovenop met niet de allerbeste kwaliteit, zal ik maar zeggen. Maar redelijk robuust wel aangelegd, in ieder geval robuust genoeg, van ze zou het houden. Maar het beeld was wel even schrikkend toen ik dit zag. Nou, hier mag je het filmpje even aanzetten, want hier zit een filmpje op, dames en heren, en dat laat zien wat je dan kunt verwachten en hoe dat ging. Dit was onvoorstelbaar wat wij allemaal binnenkregen. Dit was bij Maastricht, dus dat komt allemaal uit de Ardennen. Heel veel hout, heel veel rommel ook, en je zag ook aan de rommel later in de kant, vaak was het niet rommel, waren het gewoon gebruiksspullen, die gewoon doordat mensen vergast waren, in het water terecht waren gekomen. En dat verzamelde zich. Nou, en daardoor zag je echt hele grote hoeveelheden voorbij komen. Ik ging weer een stukje verder, een beetje noordwaarts, en ik kwam bij Stevensweert uit. Bij Stevensweert zag ik dat het drijfveld in ieder geval wat uit elkaar gedreven was. Het waren slierten geworden, maar de stroming was enorm. Alles werd meegenomen. Ik zag hier boomstammen voorbij komen, maar hier kwamen ook kadavers voorbij. En hier was ook het punt dat die koe die uiteindelijk bij A en Maas uit het water werd gevist of zichzelf eruit wist te halen, die koe die raakte hier te water en die is doorgedreven tot ergens in het gebied van A en Maas, in Brabant, en daar is die levend uit het water gekomen en die is ook weer netjes terug naar hier, maar die koe die had wel een heuse reis gemaakt. Hier zie je ook de dijken, die zijn al flink belast. Het was juli inmiddels, half juli, er hadden waterkering niet gemaakt, maar we hadden er ook niet gemaakt. Het inspecteren was best wel lastig om heel goed te kunnen zien, want waar heel vroeg gemaakt was, was er alweer hergroei. Nou, het is dus niet die waterkering die je in de winter inspecteert, hè, die gewoon winterklaar ligt, waar wel een beetje gras op staat, maar waar je altijd goed kunt zien wat er is. En groeit in de winter meestal niks. Nou, hier was dat anders. Dus onze dijkwachten en onze inspecteurs, die hebben echt wat moeite moeten doen om wel te kunnen zien wat er gebeurde. Maar ook met de wetenschap dat de voorjaarsinspectie wel goed was uitgevoerd. Verder noordwaarts kwam ik in Bitterswijk. Dit is in het gebied Maasbrak-Ooijewand. Ja, dat net een beetje onder de kop van de provincie, aan de westzijde, op de westoever van de Maas. Hier kwam ik en door de snelheid van die golf zag ik ook dat beheerders elders in het gebied nog niet zo ver waren. Het ging allemaal zo snel dat ook de berichtgeving nog niet heel goed was doorgedrongen, want hier was men gewoon nog aan het werk en de weg waar hier aan gewerkt wordt, werd omgeleid over de kruin van de dijk. En die werd eigenlijk, nou ja, die werd wel heel erg zwaar belast voor al het verkeer wat hier dan overheen ging. En daar ging zo'n zwaar verkeer overheen. Dus nou, met een telefoontje aan de gemeente Ventraai was het ook onmiddellijk gestopt. En kwam dat ook wel goed. Maar hieraan zag ik dat het allemaal wat onwennig was. Dat mensen nog niet heel goed in de gaten hadden wat er aan het gebeuren was. En toen was het vrijdag. Ik had Wout inmiddels aan de telefoon gehad. En ik zei, Wout, nou, het lijkt me verstandig dat je zelf komt. Ik kwam in Horst en ik zag daar allemaal logo's van alle waterschappen die ik me maar kan bedenken in Nederland. Uiteindelijk ging ik op pad met Wout en met Alke. Maar er was ook corona. Dus wij toch maar eerst een zelftest doen.
Want die zelftest, nou, ik heb het nu ook gedaan, want daarom zit ik ook net als de meeste toehoorders gewoon thuis, even in quarantaine, omdat er toch een verdachte situatie was. Dus, nou, hè, dus je ziet maar, corona is nog steeds tussen ons. Maar toen ook, testen en dan apart. En we mochten apart. Ah, je vergeet hier trouwens het mooie suikerbrood wat er ook bij lag. Ja, dat kwam volgens mij uit Friesland toch ook. Uiteraard. Ja, we hebben best wat smaak. Nou, we gingen apart. Een bijzondere situatie. Je ziet hier in Gijst. Gijster ligt net tegen, op de westoever, net tegen de Brabantse grens. Ah, al een beetje in het noorden daar. Dit is de oude waterkering van Gijster, de 1-op-50 waterkering. Je ziet hier niet de nieuwe waterkering, want die ligt ernaast. Dat is een 1-op-52 waterkering. Dus die is wel aanzienlijk hoger en robuuster dan deze. En de voorspellingen waren dat deze waterkering, kantje boord, of niet hoog genoeg zou zijn. Nou, we hebben met deze mensen gesproken. Dat is toch bijzonder als je de bewoners hiervan spreekt. Hè. En tijdens de aanleg van de voorwaarden van de nieuwe waterkering is dat allemaal wel besproken. Je komt buiten dek. Maar als het dan echt zo is, is het toch anders. En dan zie je ook wel emotie. En we hebben die mensen geadviseerd. En nou, ze zijn het actie overgegaan, geëvacueerd. Maar het heeft niet in het gehouden. We staken over. Dit is de andere kant van de Maas. Dit is wel. Wel heb je verschillende keren in het nieuws gezien. Wel was heel spannend. Hier waren wij en we zagen dat we, net als aan de andere kant, dat het water ontzettend snel steeg. Ik schrok eigenlijk een hoedje toen ik er later op de dag weer kwam. En de voorspellingen zag, toen heb ik mijn achterban geadviseerd, kom hier maar met zandzakken. En als de voorspellingen kloppen, gaan we het hier met zandzakken net redden. En ondertussen ging alles een volle vaart verder met opbouw. Viel volgens een draaiboek. Al was de tijd die in het draaiboek was, stond, en de fasering, ja, die klopte niet meer, want alles werd opgebouwd. Zo ook hier. In Heukelom een noodmaatregel, of in ieder geval een tijdelijke dijk, opgeworpen. Aan de andere kant zie je stijl. In stijl een bijzondere maatregel, daar is tegendruk gecreëerd. Daar waren de waterkeringen opgebouwd. Daar staat een demontabele wand, dat kun je misschien net wel een beetje zien in de verte. Maar er werd gewoon water van buiten naar binnen gepompt om tegendruk te creëren tot een bepaald pijl. Dat ziet er raar uit, maar het werkt natuurlijk heel goed. We kwamen in Arsen op de oostoever van de Maas, net boven Venlo. En wel ligt daar weer een beetje noordelijk van. Daar lopen de waterkeringen in de tuin van mensen. En er zijn huizen die de waterkering daar tot 2 meter vanaf hun achterdeur hebben liggen. En ik kan je zeggen, als je dan dit ziet, daar is spannend. Als je daar woont, dan stijgt de spanning natuurlijk gelijk met het waterpeil. Als je die zandzakken ziet en als je weet, de prognoses zijn dat de keringen zonder de zandzak niet gaat redden. Nou, dan is dat heel indrukwekkend. En dat zagen wij ook. We hebben met heel veel mensen gesproken. Ik in ieder geval, zeker in Welder ben ik vaak geweest. En met die mensen allemaal gesproken. En het maakt ook dat een dijkversterking ook hier op, inmiddels op veel, of nou, eigenlijk op de voer wel op begrip kan rekenen. Hè. Hier was duidelijk zichtbaar dat het nodig was. Belfast, stijl. Hier is een bandje opgebouwd. En ook als je daar achter staat, dat is toch indrukwekkend. Als je die enorme plas water ziet aan de kant wat rustiger naar in het midden met een enorme vaart voorbij ziet stromen. De druk tegen deze wanden is enorm groot. En dan moet je weten dat het maar moet houden. En dan moet je dan maar op vertrouwen. En het hield natuurlijk. Ja, ik zou hier nog even wat en over Roodje, vertellen. Roodje, jij logeerde in België, jongen. Jij kwam hier langs. Ik kwam hier langs en dit is de brug bij Mazeik. En die was afgesloten. Die is geloof ik wel 2 weken afgesloten geweest voordat men weer kon controleren of die wel stabiel genoeg was. Maar dit was op vrijdagavond. Het hoogwater in Well moest nog komen en hier was het zojuist geweest. En het is hier ook hier bij Mazeik en aan de Belgische kant is het maar kantje boord gegaan. Ja. En toen... Toen kwamen we aan, net een beetje aan de zuidkant van Roermond. De zuidwestkant werd, memoreerde daarna, daar ligt een retentiebekken. En dat retentiebekken,
Dat is een bekken wat in ieder geval droog ligt. Hè? Want zoals de Maasplassen bij Roermond ook heel veel kunnen bergen, maar altijd waterouded zijn. Dit bekken niet. En hier komt zo'n beetje 20 miljoen kuub water instromen. Nou, dat is echt wel een slok op een borrel. En dat heeft zeker heel veel invloed gehad om te nivelleren het hoofd van Roermond. Toen we weer een beetje noordwaarts reden, nu zitten we in de kop van de provincie en in het Maasduinengebied, net waar Limburg weer smaller wordt. Daar zagen we ook de schade in de dijks komen. Ik liep door een aardappelveld en voelde mis, stond ik door mijn enkels in de modder en in het water. Dit was gewoon binnendijks, waar de aardappelen letterlijk verzopen. En ik stond er met Wout en we zagen eigenlijk heel mooi daar ook gewoon iemand die er letterlijk munt uitsloeg met zijn karretje en met kersen verkocht. En hij had een heel goed handeltje, kan ik je zeggen, dus dat kun je eigenlijk wel zeggen, hè? De een zijn dood is de ander zijn brood. Ja, dat was ook hier zo. Nou, het waren prima kersen. Ze waren hartstikke lekker, ja. En er werd ook kreeg gebruik van gemaakt, dus het werd ook gewaardeerd. Genep, daar stroomt de Niers in de Maas. De Niers komt uit Duitsland, net als de Geul en ook de Roer. Maar anders dan de Geul en de Roer had dit achterland in Duitsland niet zoveel water te verduren gekregen. En de afvoer van de Niers was niet zo bijzonder hoog. Maar wat je hier ziet is vooral terugstuwing vanuit de Maas. De Niersdijken zijn dan ook primair. En daar zag je net, daar is een steundijk aangelegd. Die hebben we ook netjes gewoon in het hoogwaterdraaiboek staan. 3000 kuub grond er tegen aangezet om de stabiliteit te garanderen. Maar met de prognoses dat het water daar zo hoog niet zou komen, wisten we wel dat het daar goed zou. Ik krijg net een dienstmededeling door dat wij nog 5 minuten hebben. Hebben wij een uitloop van 5 minuten in totaal tot nu toe. Dus vandaar dat ik er een beetje vaart achter zet. Maar dan weet je het. Maar, ja, dat maken we even vaart. Je ziet hier de spiegeling in het water. Het was zomer. Het was prachtig weer. Anders dan we bij elke andere hoogwater kenden. Dat was natuurlijk ook heel erg mooi om te zien. En de volgende maakvoud. Wel was het spannend. We zijn hier weer terug in Wel. Wel zijn de dijken voor 110% belast. Het ging er net overheen. De zandzakken hebben hier het verschil gemaakt. Dus eigenlijk dat potentieel van vrijwilligers, van mensen uit het achterland, die hebben die zandzakken zelf gelegd. Die hebben hier het verschil gemaakt. Dat was echt heel erg spannend. Zaterdagavond leek het erop dat ook de zandzakken misschien nog niet zouden houden. En zondagochtend was het toch wel zo. Doe maar verder. Dit is Wel, en dit zag jij ook. Ja, het was heel indrukwekkend. Ik ben er gisteren weer geweest, hele andere wereld. Het water staat daar nu 4-5 meter lager, je herkent het niet terug. En je ziet hier rechtsboven, zie je dus de zandzakkenvulmachines van de Main Hollandse Delta. Mensen hebben daar 4 dagen achter elkaar alleen maar zandzakken gevuld. Rechtsonder, toen werd ik ook het gebied uitgestuurd, 7:30 zaterdagavond. De politie zei, we adviseren u om te evacueren. Nou, ik had er formeel niks te zoeken. Ik ben gegaan. Ik reed naar hier toe, naar Horst. En ik kwam alleen maar politiebusjes tegen. Zeker 10-15 politiebusjes. En die hebben daarin wel de nacht wel bepaald met hun blauwe lichten enzovoort. Politie uit Rotterdam, overal vandaan, onbekend. Het is een hele belevenis geweest daar. En fijn dat het goed gegaan is daar. Terug naar het zuiden een beetje. In Barlo was ik bij de pomplocatie van de Kwistbeek. Hier was het water inmiddels al stevig aan het dalen. Maar je ziet de perenbomen die hier buiten dijk staan. Die hebben bijna tot aan de kruin in het water gestaan. Maar met het dalen van het buitenwater is het na-eil-effect aan de binnenzijde dat het binnen stijgt. En dat zagen we hier gebeuren. Die andere perenbomen rechtsonder, die stonden binnendijks. En die kregen toen nog water. Natuurlijk niet zoveel dan buiten. Maar dat kennen we in Limburg vanwege de doorlatende bodem. En zondagavond, ik vind zeker dat Venlo opgelucht adem heeft gehaald, bleek erop dat het gelukt was. En wat je hier ziet is een gladde waterspiegel. We hebben enorm veel mazzel gehad dat zomerse weer, dat er geen wind was. Want alle dijken hebben waakpoten, maar die waakpoten die zijn eigenlijk om de golfslag te breken, zeg maar. Maar die zijn in dit geval vol belast met gewoon het pek. In Wel was het hoogste peil bereikt, maar moest er toch nog een maatregel genomen worden, omdat enorm veel kwel onder de dijk doorkwam. En nou, zeg maar op het randje, terwijl het water bijna aan het dalen was, is dit toch nog aangelegd en het ging goed. Ternauwernood.
Dit zijn foto's die ik heb gemaakt op maandagochtend in Baarlo, binnendijks. En daar werden dus de kassen die leeg werden, waren gehaald als preventie, werden weer volgezet. En de huisraad kwam weer binnen met grote vrachtauto's. Dus de mensen hebben daar wel gewoon zelf hun voorzorgsmaatregelen genomen. Gelukkig was dat niet nodig, achteraf gezien. En die maandag, toen zagen we wel het water ging dalen, al was dat nog niet overal zo. Maar hier Heukelom, hier zagen we in ieder geval nog wat zand meevoerende wellen. Net in het staartje van die piek, zeg maar. Dus we hebben nog heel snel hier een maatregel genomen die we makkelijk konden nemen. We hebben eigenlijk gewoon de afsluiter opengezet en water van binnen naar buiten, of van buiten naar binnen laten stromen. En gewoon even T-druk gecreëerd en daarmee was het probleem hier eigenlijk ook wel getackled. Dat was de laatste maatregel die we genomen hebben. En toen was het dinsdag. Nou, ik kan jullie zeggen dat wij opgelucht adem hebben gehaald. Het was gelukt, de piek was voorbij. Het water daalde snel voorbij wel. Zodra het daar was, daalde dat heel snel. De Maasdijken hielden het op het spelvertrek na. En zoals ik hier ook schrijf, gelukkig is de brouwerij droog gebleven in Arsen. En nou ja, je ziet hier de benen van Roel. Na een paar hele hectische dagen is die wel even uitpuffen. En dat doen wij in Limburg dan met een biertje van eigen bodem. Ik was op pad met Auke van Delftland. Die is even mee geweest. Maar Wout is een beetje de hele tijd met me mee geweest als waarnemer. En dat was enorm waardevol. Het was heel fijn om kennis uit te wisselen. Om die samenwerking daarmee ook vorm te geven, zeg maar. We hebben gewoon heel goed kunnen samenwerken. We hebben laten zien wat er gebeurde in de rug. En daar hebben we samen ook gewoon heel veel van geleerd. Zeker en vast. Dames en heren, dit was een hele korte impressie van het Maashoogwater. Je hebt hier niks gehoord over Valkenburg of in Roermond langs de Roer. Ik ben ook dijkbeheerder van de Maasdijken. En nou, dit maakten wij mee, vooral een beetje in het noorden van de provincie, met het hoogwater van juli onlangs. 40 jaar was het geleden, 41 jaar geleden dat we een zomerhoogwater hadden. Ik denk dat het niet nog eens 40 jaar duurt voordat we weer een zomerhoogwater krijgen. Het klimaat verandert. André en Wout, ontzettend geweldig bedankt dat jullie echt ons meegenomen hebben. Echt een waanzinnig mooie presentatie en super gepresenteerd. Maar Bert kon er ook wat van, dus dan doen jullie dat heel goed bij het waterschap Limburg. Ik had even, voordat we doorgaan naar Anko, twee vragen die wat meer persoonlijk zijn. Eén is, hoe beleven jullie het nou in de zomer, hoogwater versus in de winter? En ten tweede, Bert had het er ook over, jullie hebben weer 5 dagen helemaal de pleuris gewerkt. Wat heb je na die 5 dagen gedaan, behalve dat biertje? Hoe beleef je dat, zeg maar? Ja, ik ben na die 5 dagen met vakantie. Ja, ik heb daar echt al even uitgeblazen. Het mocht ook wel even. Het was heel spannend geweest. Ik heb hetzelfde hoogwater zelf als heel spannend ervaren, omdat het zo nieuw was. Ik had dit nooit meegemaakt. Het pijl bewoog zich op de verschillende locaties die ik eigenlijk best wel ken van de winterhoogwaters. Echt wel anders. Wel was er echt wel een voorbeeld van. Daar ging echt alles anders dan ik ooit had meegemaakt. Daar schrok ik enorm van en dat maakt ook dat je erop moet anticiperen. Hè. Ik moest vragen om zandzakken, nou, daar had ik natuurlijk nog nooit aan gedacht dat het zomaar midden in de zomer kon gebeuren. Dus ja, spannend was het wel. Ik was ook heel opgelucht toen het zondagochtend was. En toen ik zag dat het gevecht en wel positief had uitgepakt, en die mensen hadden gevochten als een man tegen het hoogwater en het was gelukt. Ja, dat is zo mooi om dat dan te zien. Dus, spanning en voldoening naast elkaar. Ik heb ook nog een hele kleine ervaring eraan toe te voegen. In 2017 mocht ik meekijken in Keulen naar een hoogwateroefening bij 31, 32 graden. Ik dacht, hoe onrealistisch kun je dit soort oefeningen houden? En nog geen 4 jaar later sta je zelf te zweten bij dezelfde temperaturen. Mijn les daaruit is, neem de oefeningen, die kan je niet serieus genoeg nemen. Ook al klopt er niks van, het blijkt toch te kunnen. Oké, nou. André en Wout nogmaals ontzettend bedankt en Bert ook.